Humberto Tan, de nieuwe heer des huizes, blijkt niet vies te zijn van een beetje strijkwerk. Het ironen van een overhemd is voor hem geen enkel probleem, hoewel hij bekent dat het wel wat tijd in beslag neemt. In het verleden heb ik mijn overhemden zelf gestreken terwijl ik naar een serie keek. Maar met de hoeveelheid overhemden die ik heb en hoe vaak ik ze draag, kost het echt veel tijd. Dus nu breng ik alles naar de stomerij om tijd te besparen. Soms strijk ik er nog wel een paar, gewoon omdat het rustgevend werkt, dat strijken. Hetzelfde geldt voor beddengoed, ik vouw het op en strijk alleen de bovenkant, deelt hij met een lach in Veronica Superguide. Ondanks zijn vaardigheid in het strijken beschouwt de presentator zichzelf als behoorlijk onhandig. Hij bekent met humor, ik heb 2 linkerhanden, maar ik koester dat ondertussen wel. Tan herinnert zich een komisch voorval waarin hij dacht zijn stucadoor te helpen door zelf de muren af te steken voordat de professional aan de slag ging. Dit bleek echter geen succes en na 3 dagen werk had hij slechts een kwart van het werk gedaan, terwijl de schilder de rest in slechts 2 uur voltooide. Humberto Tan omarmt zijn onhandigheid met een dosis humor en lijkt te genieten van de alledaagse klusjes, zelfs als hij toegeeft dat hij er niet altijd even bedreven in is. Zijn nuchtere kijk op zijn eigen onhandigheid voegt een menselijk tintje toe aan de presentator, die zowel in het strijken als in de klusjes in huis zijn eigen unieke aanpak lijkt te hebben gevonden.